Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 20 april. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag dus dinsdag 20 april. Ik heb gisteren nog niet gefilmd, want ik ga vandaag de weekvlog dus pas beginnen. Ik heb hem net klaargemaakt. Make-up is niet helemaal zo naar wens. Maar het zit erop. En ik heb deze trui van Chiquel en gewoon een broek van Naked met gaten op mijn knieën. Die ik heel erg leuk vind. Ik heb net mijn vlog edit en ja, ik open de vlog heel blij, maar ik ben eigenlijk gewoon echt een beetje geïrriteerd. Omdat ik de vlog zit terug te... Ja, ik ben hem dan aan het editen en dan denk ik gewoon... Ik heb er gewoon echt niet alles uitgehaald zoals ik wil. En dan word ik gewoon heel kritisch en wil ik de vlog eigenlijk niet online zetten. En ik heb dat zoveel vaker, maar... Ik denk dan ook weer, ik vind het heel zonde om het niet online te zetten. Ik ben gewoon niet 100% tevreden. Omdat ik gewoon heel vaak vind dat ik een soort van niet vrolijk overkom. Terwijl ik dat dan wel bijvoorbeeld ben op dat moment. En ja, dat vind ik dan gewoon eigenlijk heel erg vervelend als ik eerlijk ben. Maar ja, ik wil eigenlijk ook niet deze vlog daarom gelijk negatief beginnen. Want dan is het hetzelfde en dan ga ik me er ook weer aan ergeren als ik dit ga editen. Dus ik denk dat ik het even gelaten misschien aan het eind van mijn weekvlog een beetje wil bespreken. Ik ben in ieder geval bij mijn vader thuis. Ik heb hier vannacht geslapen. En ik heb net twee winkelafspraken gemaakt. Ik wilde dus ook bij de Zara. Alleen ik had dus eerst bij de Bershka. En toen zag ik dat de Zara vol was. En toen had ik hem al ingepland. Dus ik heb nu ook bij de Stradivarius. En de Pull & Bear was ook vol. Dus ik heb nu bij de Stradivarius en bij de Bershka twee afspraken gemaakt. Straks om 2 uur. Ik ga nu weer naar mijn eigen huis toe. Want ik moet nog wat aanbeelden voor de vorige vlog nog doen. Dat ben ik dus ook vergeten te filmen. Dus ik kan de vlog ook nog niet online zetten. Dus ik ga nu weer naar mijn eigen huisje toe. En dit is nog steeds alle kleding wat hier hangt. Het is echt mega veel. Maar ik heb er echt nooit aangezeten. Nee. Ik ben weer in mijn eigen huisje. Ik heb net de auto gewassen, want het was echt heel erg nodig. Hij was echt belachelijk vies. Dus die is nu weer helemaal schoon. En ik had dus nog een pakketje, dus die ga ik even openmaken. En ik heb dus straks 2 shopafspraken gemaakt. En ik ben eigenlijk een beetje boos op mezelf, omdat ik gewoon het niet nodig heb. Maar toch heb gedaan. Maar ik ga binnenkort wel mijn kleding verkopen via Vinted. Dus ik ga straks echt alleen iets kopen als het echt heel, heel leuk is. Anders moet ik het gewoon laten liggen. Maar er was een broek bij de Bershka die ik heel erg leuk vond. En anders moet ik het gewoon echt laten liggen. Want er past toch niks meer bij in mijn kast. Dus ik weet ook niet waar ik het ga laten. Maar ik ga even dat pakketje laten zien aan jullie. Oh ja, en wie mijn vorige week vlog heeft gezien. De bloemetjes gaan echt mega goed. Deze had ik op stage gekregen. Ik vind ze wel leuk, maar ze passen niet bij mijn kamer. Misschien ga ik hem beneden zetten. Ik had namelijk een mailtje gekregen. En die jurkjes moesten me wel een beetje denken aan Shein. Maar er was echt heel veel keus. Ik zal het even in beeld zetten. En er was ook een kortingscode. Met Janette 20 krijg je 20% korting. Terwijl het echt super, super goedkoop is. En ik mocht daar allemaal jurkjes uitzoeken. Dus ik dacht, nou, ik laat het gewoon zien. Ik doe ze ook aan. Het is gewoon om uit te testen. Want ik had er zelf nog nooit van gehoord. Ik weet ook niet goed hoe je het uitspreekt. In ieder geval, ik ga nu gewoon even de jurkjes laten zien. Het is gewoon in zo'n zak binnengekomen. Ik heb wel een paar jurkjes in een M. Omdat het er best wel klein uitzag. Maar ik weet niet of dat nodig is. Normaal heb ik altijd ongeveer een maat 36. Of bestel ik een S. Oké, als eerst heb ik dit groene jurkje. En ik vind groen echt heel erg leuk. En het is ook best wel een bekend printje. Volgens mij wordt hij zo. Hij ziet er wel een beetje heel groot uit. Maar je kan hem wel vaststrikken. Ik denk dat je het in de aanbeelden wel beter ziet. Deze heb ik dus in een maatje M. En hij heeft dus van die hele schattige bloemetjes erop. Van die witte bloemetjes. Oké, dit is het eerste jurkje. Hij zit heel erg lekker. Ik had hem wel een maatje kleiner kunnen nemen. Dit kan je ook op je rug strikken. Ik heb het nu even zo gedaan. Want nu zit hij hier een klein beetje groot. Ik vind de kleur heel erg leuk. En ik vind de lengte heel erg mooi. Dus dit jurkje ben ik helemaal blij mee. Dan als tweede deze. Ik had wel geprobeerd echt een beetje verschillende kleuren en zo te nemen. Oh hier, dit is het merkje. Zo heet het. En deze heb ik wel in een maatje M. Het is ook een best wel lang jurkje. Deze is juist weer wat korter. En hij heeft wel een leuk patroontje. Een soort van, ja, hoe noem je dit? Een beetje bruinige met witte vlekjes. En om de middel zit een iets wat je zelf kan strikken. En dat vind ik wel heel erg mooi.
zodat het in je middel wat meer getailleerd is. Dit is het bruine jurkje. Heel erg leuke kleur. Ik vind het model wel wat minder, maar omdat ik misschien nu ook wel wat wit ben, vind ik de kleur ook wel. Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel heel erg leuk dat er een split zit. En hij zit wel heel erg mooi. Dan nog een ander jurkje. Deze heb ik wel in de maat S. Oké, deze kwaliteit voelt nu best. Ik vond namelijk deze kleur heel erg mooi, dit blauw. En het is echt een soort strandjurkje. Hij heeft dus een beetje van die, ja, wel korte mouwtjes. En het is een kort jurkje, maar heel erg leuk voor over je bikini. En ja, ik denk dat dit wel gewoon goed moet passen. Dit is het blauwe jurkje. Ik vind het kraagje heel erg leuk. Ik had het wel leuker gevonden als dit zo een beetje naar buiten viel. Maar wel heel erg mooi. Hij sluit goed aan. Ik vind de kleur heel erg leuk. Ik vind het wel net een beetje een soort van awkward lengte. Omdat hij soort van half over mijn knieën heen valt. Dan heb ik deze. Ik kan me niet eens herinneren dat ik deze heb gekozen. Maar het zal vast kloppen. En dat is namelijk een zwart met wit jurkje in een maatje M. En dit is een hele lange jurk. Meer voor als je uit eten gaat. Heel erg leuk. Het patroontje vind ik heel erg mooi. En hij heeft dus ook lange mouwen. Ik hoop niet dat die te lang is, want ik ben zelf ongeveer 1,63. Dan deze lange jurk. Ik vind deze echt prachtig. Hij is eigenlijk precies de goede lengte, want ik kan er nu net nog schoenen onder. Ik denk wel dat ik een riempje eronder doe, omdat ik het niet zo mooi vind dat het echt een soort zak is. Ik vind het patroontje wel heel erg mooi. En hij zit heel erg lekker, dus ik weet zeker dat dit wel een favoriet jurkje gaat worden. Dan nog een jurkje. Het zijn alleen maar jurkjes. Deze echt heel erg leuk, dit patroontje. Het is met allemaal verschillende kleurtjes, met bloemen. En ik heb deze in een maatje. In een maatje S. Dus ook weer een wat korter jurkje. Deze ziet er wel heel kort uit. Of is het een jumpsuit? Nee. Deze ziet er heel kort uit, maar misschien valt het wel mee. Oké, ik vind dit kleurtje echt heel erg leuk. Ik vind het model van het jurkje ook heel erg leuk. Hij is eigenlijk niet te kort. Hij is eigenlijk precies goed. En ja, ik vind hem gewoon heel erg mooi. Ik vind het mooi dat dit zo in een soort V loopt. Ik vind de mouwtjes leuk, kleurtje leuk. Ik vind dit, ja, ik vind dit wel een van mijn favorieten. Nou, ik heb genoeg jurkjes in ieder geval. Dat ga ik straks maar niet halen. En dat was nog een heel leuk wit jurkje, ook in een maatje S. En deze stof voelt heel erg dik aan. En ik vind witte jurkjes altijd heel leuk op vakantie als je lekker bruin bent. Oh, hij is nu een soort van nog niet geknoopt. Dus het lijkt nu een blouse. Hij moet ook wel echt gestreken worden. Maar het is gewoon een heel schattig wit jurkje die je ook over je bikini heen kan doen. En nou ja, gewoon een basic wit jurkje. Dan dit leuke witte jurkje. Ik heb niet alle knoopjes dicht gedaan omdat ik daar nu even geen tijd voor heb. Maar ik vind het ook wel leuk als zo je been er tussenuit komt. Ik vind hem heel erg mooi. Hij schijnt echt totaal niet door. Aangezien ik zwart ondergoed eronder heb. Dit heel erg leuk. Mouwtjes leuk. Echt een top jurkje. Ik ben echt heel erg blij met alle items. Heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd als ik deze allemaal... Ga ik nu gelijk eventjes passen en dan ga ik daarna die winkelafspraak doen. En ik moet ook nog andere dingen passen voor een andere video. Dus dat ga ik gelijk ook even doen. Nou, ik heb alle items gefilmd. Ik ben echt heel erg verrast. Oprecht. Ik vind ze echt... Ze zitten eigenlijk allemaal best wel gewoon prima. Ze zijn heel erg leuk. Dus ik heb heel veel nieuwe zomerjurkjes. Ik ben nu even omkleden en dan ga ik onderweg naar... Als eerst heb ik een afspraak bij de Bershka. Waar ik een hele leuke broek ga passen als ze die hebben. Ik sta in een parkeergarage. Ik heb ongeveer over een kwartier een afspraak. Dus ik moet er nog een beetje opschieten ook. Maar ik sta wel ongeveer midden in de stad. Ik moet even mijn parkeerticket opruimen. Ik zal misschien eventjes wat filmen in de winkels. Maar ik moet eventjes kijken hoe druk het ook is. Ik hoop nu dat ik een mondkapje mee heb. Anders heb ik echt een probleem. Mega slecht licht. Maar ik heb echt heel veel gepakt. Ik schaam me gewoon een beetje. Dus ik ga nu alles passen. Ik dacht dat dit topje heel leuk was, maar... Ik ben weer terug van de stad. Ik zie er echt niet meer uit. Ik heb echt heel veel dingen gepast. Maar ik mocht echt alleen maar kopen wat ik echt heel erg leuk vond. Dus dat heb ik gedaan.
Voor deze broek ging ik eigenlijk naar de stad toe. Want ik had dit gezien bij een vriendinnetje van mij. En ik vind die heel erg mooi. Het is van de Bershka. Het is namelijk gewoon een soort van zwarte pantalonbroek. Ik ga hem niet meer aandoen. Omdat jullie dat natuurlijk nu al hebben gezien op de beelden. Maar deze is echt super, super mooi. En ik wilde hem ook nog in andere kleuren. Maar die hadden ze niet meer in mijn maat. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Nou, er waren ook nog andere dingen die ik heel graag mee wilde nemen. Maar ik moet het gewoon echt niet doen. Maar ik heb wel deze witte broek meegenomen met deze scheur op de knieën. Hij ging namelijk niet door. En ik vond het een hele mooie broek. Dus dat is deze. Deze was 30 euro. En die zwarte broek van de Bershka was 26 euro. Goedemorgen, het is vandaag. Nou, het is eigenlijk al middag. Het is vandaag woensdag. En ik ben bij mijn moeder thuis. Ik heb vanochtend namelijk, wacht, die lipgloss is wel best wel heftig. Een basisschool was dicht. Dus ik heb bijles gegeven aan mijn oppaskinderen. Gewoon thuis onderwijs. En dat was van 9:30 tot 12:00. En ik heb me net even opgemaakt. En ik ga zo gezellig met Denise afspreken. Heel veel zin in, want ik heb haar heel lang niet gezien. We gaan gewoon even in de stad in Leiden. Gaan we gewoon even lunch halen en daar zitten. Het is niet heel mooi weer, helaas. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. Wat ik aan heb. Ik ben echt blij met mijn outfit. Omdat ik die broek dus echt zo leuk vind. Ik heb dus die nieuwe zwarte broek aan van de Bershka. Het is echt gewoon een mega mooie broek. Gewoon een soort straight leg pants. Soort pantalonachtig. En daarboven heb ik dus dit blouseje van Naked. Ook heel erg leuk. Zo'n satijnen blouseje. En ik ga denk ik over een kwartiertje weg. En dan ga ik haar ophalen en dan gaan we richting de stad. Oké. Ik ben samen met Denise. Oh, mijn haar. En we zijn net. We wilden eten halen, maar het ging niet helemaal volgens plan. Dus we hebben nu McDonald's gehaald. Ik weet het echt heel erg. Maar ja, het is gewoon even niet anders. Nee, maar ja, als we bij je anderen geen opties hebben, dan, ja. Dan wordt het dit. Als ze geen rekeningen kunnen houden met onze allergieën, dan houdt het op, hè? Dan moeten we zelf maar drastisch besluit nemen. Hij ziet er wel lekker uit. Het is gewoon, als je hier komt, dan is het nooit van, nee, dat hebben we niet. Ja, dat is wel echt, dat is het chillste bij de Mac. Nou, ik heb wel eens een keer met een milkshake gehad. Dat is geen milkshake, omdat het apparaat stuk was. Oh ja. Maar ja, we gaan lekker eten in Leiden. Uitzichtje, goals. Den en ik zitten in de auto. We hebben dus even wat gegeten in de stad. En we hebben daar nog even gezeten. En we zijn ook nog even naar de Kruidvat geweest en de Etels. En daar heb ik even zelf bruiner gekocht. Dat ga ik straks even opdoen, want ik ben echt zo wit als een lijk. Dus in mijn gezicht niet, maar daar had ik al zelf bruiner op. Maar op mijn benen en zo is het echt vreselijk. Dus ik heb even wat dingen geprobeerd. En dan ga ik het even vanavond even uittesten. En we gaan dus nu even naar de Starbucks. Zie je wel iets wat je wil? Ja. En daar gaan we nu even naartoe. Het is wel heel druk opeens hier. Kijk dan. Ja, maar waarom? Wat zit er ook met het knipperlicht? Ja, het is heel irritant. Oh, deze man gaat me even inhalen of zo. Dus wij gaan nu even daarheen. Oké, nou, we hebben even Starbucks gehaald. Was niet echt een succes. Nee, geen aanrading. Nooit naar Starbucks Delft gaan. Onaardige mensen. Als het kijkt. Nee, grapje. Nee, maar ja, ik vond het wel echt. Ik bedoel, het is best wel duur. Vraag je wel een beetje maar normaal antwoord. Ik ben wel benieuwd wat je van die vindt. Heb je al een kleine genomen? Ja. Ik vind het wel een beetje waterig. Die van mij heeft, wat jij zei, ja. Die van mij heeft letterlijk geen smaak. Mag ik hem proeven? Ja, die van mij heeft gewoon geen smaak. Nee, heel wat raar. Er zit gewoon geen smaak in. Het is heel raar, ja. Ik heb wel vaker gewoon besteld, maar dit is echt. Ik ben weer thuis. Ik leg even dit onder mijn camera. En ik had dus. Ja, ik ben weer thuis. Oh, nou, wat vervelend dit. Meestal werkt. Tegen je tasje. Oké, ik ben thuis. Dat is heel gezellig. Pakketje van Zalando. Er werd wel veel aangebeld. Ja, hè? Maar het was dus om te vragen of iemand in onze straat collecte zou willen lopen. Dat deed ik altijd vroeger bij mij in de straat. Voor de brandhondenstichting. Ja, okay. Heel goed doorgaan. Ja, mijn vader wilde dat altijd. Oké, ik heb deze pet besteld. Ik vind hem wel minder beige dan ik had verwacht. Ik vind hem echt leuk. Okay. Heel leuk. Leuk toch? Ja, heel leuk.
Nou, het moet wel iets kleiner. Maar oh, wat ook heel fijn is, is dat dit zwart is. Anders komt hier allemaal foundation op. Oh, dus dat is deze. Deze was, even kijken hoe duur die was. Ik heb hem op Zalando voor €22 gekocht. Zal ik even laten zien wat ik in de stad heb gekocht? Heb je shopafspraken? Nee, nee, nee. Gewoon bij de kruidvat en zo wat open is en zo. Want ik moet echt... Ik ben zo wit als papier. Ik schaam me gewoon echt. Ik schrok vanmiddag van mezelf in die Zoom meeting. Nou, maar mijn lichaam ook. Een handschoentje. Maar ik had het niet. Die van mij zit goed. Ja, ik heb dus wel een goedkoper gekocht. Maar deze, ik heb dus op internet alle reviews. Deze was €9. En er stond dat deze heel goed was. De body mousse. Maar ik heb wel fair to medium. Want ik dacht... Dark is misschien... Ja, nee, dat moet je niet doen hoor. Dat durfde ik niet. Dus ik dacht met dit handschoentje kan ik het aanbrengen. Ik ga het morgen ook doen. En ik heb dus een scrub nog gekocht. Want ik had geen scrub, want ik ben voor alles allergisch. Maar voor deze niet. En van TikTok, weet je wel. Dit kan je ook gebruiken. Hoor. Nou, het is blijkbaar dus heel goed voor je haargroei of zo. Voor de bloeding. En dan kan je zo, als je haar aan het wassen bent, kan je dan zo... Ah, het voelt niet heel fijn, maar blijkbaar heel goed voor je. Dus dat heb ik gekocht. En ik dacht, dan ga ik zo meteen gelijk dit even opdoen. Of ik ga het nu doen, want dan kan het de hele avond intrekken. Ja, ik ga het morgen doen. Oké, het is vandaag... Is het vandaag al donderdag? Jeetje. Oké, ik had gisteren een zelfbruiner opgedaan. En ik ben echt mega bruin. Ik denk dat het niet echt overkomt hier. Misschien als ik een beetje zo ga staan. Maar ik ben dus echt heel erg bruin geworden. Mijn handen dus niet, maar ook gewoon mijn lichaam. Zonder dat het vlekt. Dus dat is wel heel fijn. Op de camera lijkt het volgens mij nu een beetje of het vlekt. Maar het valt wel mee. Het is inmiddels ook alweer 2:30. Ik ging vanochtend weer thuis onderwijs geven. En ik heb net even gewandeld met mijn moeder. En voor de rest heb ik nog niet zoveel gedaan. Ik ga straks weer oppassen op een ander gezin. Dan haal ik die kinderen altijd uit school op donderdag. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan daarna nog even eten kopen voor vanavond, voor boodschappen. En ik ben dus nu weer bij mijn moeder thuis. Ik erger me echt aan dit hier. Ik denk niet dat ik vandaag heel veel ga filmen. Maar morgen moet ik ook weer thuis onderwijs geven. En dan daarna ga ik samen met C even foto's maken. Dus dan kan ik wel gewoon lekker filmen. Oké, ik ben thuis. En er is een pakketje binnen. Maar ik vind het wel raar dat het breekbaar is. Ik denk niet dat het echt breekbaar is hoor. Maar dat staat er toch? Maar dat moeten we later. Ik ben echt zo bruin. Echt lelijk bruin. Nee, ik vind het wel mee van. Ik was niet opgevallen van het leven. Oké. Maar ik weet niet wat het is. Oké, een mes. Wat ga jij eten? Ik ga pasta met roomsaus, spinazie en tomaat. En fistics eten. Lekker. Ja. Dat is altijd vroeger ook altijd thuis. Dit ding met fistics altijd erbij. Ja, of je het nou met z'n allen met fistics eet. Er zit wel een lief hartje op de doos. Zo van. Het is wel leuk ingepakt. Oh, wat leuk. Het is helemaal ingepakt. Oh, ik weet al wat het is. Wat dan? Nee, dit is heel leuk. Dit is een soort van voor ons speciaal gemaakt. Voor in het huis. Voor ons of voor jou? Nou ja, ik had gewoon gezegd voor in het huis. Maar gewoon, het is allemaal handgemaakt. Oh, wat is dit? Heel leuk. Is dit een soort plateauotje? Zal ik het nu alvast laten zien? Ja, laat het zien. Oké, het is van... ik was even vergeten dat het nu binnen zou komen. Maar het is van een Instagram account Art With Love. Deze. En zij maken dus zelf dingetjes die je dan bijvoorbeeld in je huis en zo kan zetten. Leuk. Maar kijk. Oh, daarom is het natuurlijk breekbaar. Kijk, met een kaarsje erin. Oh, het is best leuk. Het is heel leuk. En dit past ook heel goed bij mijn kamer natuurlijk met dat beige. Ja. Dit is ook heel leuk. Ik kan ook een kaars opzetten, een soort plateau. Maar dit maken ze dus zelf. Ja, leuk. Bizar. Bizar. Bizar, maar het is ook heel leuk. Oh, ik zal het even laten zien. Wat een leuke verrassing. Waarvan is het gemaakt? Ja, dat weet ik niet waarvan het is gemaakt. Oeh, kijk. Zo'n bubbelkaars. Ja, of hoe weet dit? Dit past er ook heel goed bij. Zo. Kijk. Oh. Dit moet erop. Onder. Onder? Nee, dat moet daarop. Ah. Denk ik. Het zat er ook aan de doosje. Heel leuk. Echt heel leuk. En deze. Wacht. Oh, en nog één dingetje. Zit hierin. Voor de woonkamer. Want ik had gezegd of roze of een beetje beige tint, hè. Maar ik weet niet wat het is. Dan zeg ik, of hoort er nog iets bij? Een soort onderzetter of zo. Maar waarom is het een gat in? Oh, er zitten nog meer dingen in. Oh. Oh, maar dit is wel leuk voor op tafel zo. Oh, dit is een onderzetter of zo. Heel wat leuk. Wat is dat dan?
Ik moet even vragen wat dit is. Maar dit zijn in ieder geval onderzetters voor op tafel. Heel leuk. Ja, past echt hier goed bij. Of een kaars kunnen we erop zetten. Maar wat is dit? Hé, maar het heeft wel zulke vormen. Misschien zijn we heel gek dat we dit nu niet weten. Oké, ik ga het wel terug in de doos doen. En ik ga me even omkleden. Dan zien jullie mij pas weer morgen. Oké, het is vandaag vrijdag. Ja, vrijdag. En ik zit met C in de auto. Ik heb vanochtend al thuis onderwijs gegeven. En C en ik gaan nu foto's maken. Ik had gisteren een heel leuk pakketje gekregen. Maar ik zal zo meteen even uitleggen. Want ik had even gedm. Maar het was een soort om een wijnhouder voor glazen. Waar wachten we op? Moeten we bepalen waar we heen gaan. Oké, wacht. Dan zet ik eerst mijn camera uit. En C en ik gaan dus nu fotootjes maken. En voor de rest... Vanavond, wat gingen we vanavond eten? Gaan we het samen maken? Wat is dat? Een soort kleine pasta. En dan? Met kip en groenten. Met zijn vers pakket ook. Oh, lekker. Ik ben benieuwd. Ik ga weer iets nieuws eten vandaag. En dat dus. En skileren toch? En skileren. Ja, ik heb voor de rest niks. Oké, C en ik zijn op het strand. Het is echt heel lekker weer. Ook al heb ik echt een dikke jas aan. Het is echt lekker. Dus we gaan even lekker foto's maken. Zin in. Wij zijn op het strand geweest. Het was eigenlijk heel erg lekker. Ja. En leuke foto's gemaakt. Ik zal het even aan jullie laten zien. En we zijn nu aan het lopen naar de Albert Heijn. Gaan we naar de Albert Heijn? Maakt mij niet uit. Ze hebben heel leuke foto's gemaakt op het strand. Die streep is nog steeds niet weg op mijn telefoon. Omdat ik nog niet weet of ik een nieuwe wil gaan kopen. En ja... Dat eigenlijk leuk, lol. Oké, ik weet niet meer wat het laatste is wat ik heb gefilmd, maar ik ben weer op mijn kamer. En ik moest net ook even langs stage. En ik dacht, ik ga nu even in mijn kamer al die dingetjes neerzetten en dit even beneden neerleggen. Want dit was dus een wijnhouder. En dan kan je hier van die glazen aanhangen. Heel leuk. Ik wist echt niet eens dat dit bestond, heel erg. Maar ik ga het nu even neerleggen en ik ga even dit opruimen, want het is een beetje een troep hier. Ik weet nog niet precies hoe ik het neer wil zetten, maar ik heb nu dat plateautje hier gezet. Dat vind ik wel heel erg mooi. En dan heb ik daar die ander. Alleen dit vind ik niet helemaal bij elkaar passen. Maar ik moet nog eventjes kijken. En ik heb hier natuurlijk ook nog dat kleine tafeltje. En daar had ik eerst een andere kaars staan. Maar ik moet nog heel even kijken hoe ik dat wil. Want ik had eerst dus deze daar staan. Maar dat moet ik nog gewoon eventjes kijken. Maar het ziet er in ieder geval wel heel erg leuk uit. Oh, C, laat even zien wat je hebt gekookt. Voor onze lieve kindjes. Wat ben ik vandaag? Italiaanse orzo. Orzo. Dat hoort zo. Ik heb opgezocht dat het is uitgeroogde pasta. Oké, let's go. Skileren. Zin in, sportief. Ik vind die pet heel groot op mijn hoofd. Veel groter dan die ander. Maar is dit wel een goeie? Nee, deze is mooier. Die ander is namelijk heel raar gevormd. Oké, we zijn aangekomen op bestemming. 7:15. We gaan de skilers even aandoen. Oh, die van mij liggen hier. Let's go. Ik laat mijn telefoon even. Wow, ik heb echt special effects in de vlog gedaan. Wat dan? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik heb vandaag lekker uitgeslapen. En ik heb dus mijn schoonmaaktaakje zo gedaan voor deze week. Ik had... Dat ik de badkamer moest schoonmaken en de wc's. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb net mijn make-up even gedaan. En ik ben lekker alleen thuis. Er kan wel zo meteen iemand weer thuis komen. Maar dat is wel heel erg fijn met schoonmaken. En ik moet nog even omkleden. Want ik ga vanmiddag naar het strand. Waar ik wel veel zin in heb. Ik was gisteren ook even op het strand. Maar toen hebben we echt alleen een foto gemaakt. En nu gaan we gewoon even op het strand lopen. En misschien wat drinken en zo. Dus ik moet even een outfit gaan uitkiezen. Alleen, mijn kleding hangt, laat maar zeggen, zo dicht op elkaar. Dat ik gewoon niet weet wat ik moet kiezen. En ik heb vandaag weer even eyeliner opgedaan. Ik vind dat toch wel heel erg mooi. En mijn kamer is helemaal opgeruimd. Ik heb mijn spulletjes neergezet. En ja, ik heb ook die rotzooi opgeruimd hier. Zo, dus die tas staat beneden. Dat ga ik ze even weggooien. En dit had ik van stage gekregen. Alleen het past eigenlijk niet echt bij mijn kamer. Dus ik ga dat ook weggooien. Een beetje zonde. Maar ja. En er komt zo meteen een pakketje binnen. Maar ik ga me eerst eventjes omkleden. Want dat moet ik eerst nog even doen. Oké, ik heb me even aangekleed. Niet heel bijzonder hoor. Gewoon een zwart outfit met dit vestje. En ik hoop dan dat het niet te koud is. Want ik ga dus geen jas aan doen. Maar ja, dat
merk ik snel genoeg op het strand. Mijn pakketje is binnengekomen. Ik had namelijk bij bol.com een nieuw boek besteld. Oké, het boek dat ik heb besteld is deze. Dingen die je alleen ziet als je er tijd voor neemt. Er zit geen folie omheen, maar het is wel helemaal nieuw. Dus hier ga ik in lezen. Ga ik proberen. Want ik had hele goede verhalen hierover gehoord. Dus ik dacht, let's go. Oké, de outfit is toch veranderd. Ik heb namelijk nu dit aan. En ik moet nog even kijken welke schoen ik eronder doe. En ik ga nu even al het afval weggooien. Dat moet echt gedaan worden. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik heb vanochtend al geskillerd. En ik heb me nu helemaal klaargemaakt. Ik moet alleen nog even iets aan mijn haar doen. Maar ik heb me ook al omgekleed. En ik ga zo meteen lekker met Amber afspreken. En dan gaan we ook foto's maken. Dus ik dacht, ik doe even deze keer deze witte broek aan. Die heb ik nieuw. Met die gaten op de knieën. Ik hoef eigenlijk wel iets hoger, maar ik ben natuurlijk niet zo groot. Ik weet alleen echt niet wat voor schoen ik hieronder moet. Maar ja, dat zie je niet op de foto. Dus ik denk dat het me ook niet heel veel uitmaakt. En ik ga zo meteen dus Amber ophalen. En dan willen we dus van die beide bloemenvelden foto's gaan maken. Maar ja, dan moeten we dus nog eventjes gaan zoeken. En ik hoop dat dat lukt. Ik heb in ieder geval weer eyeliner op, omdat ik het toch wel weer heel erg mooi vind. Gisteren heb ik echt niks meer gefilmd, alleen dat we het eten gingen maken. Maar ik moest gisteravond ook werken. Dus daarom. En ik ga vanavond bij mijn moeder eten. En dan blijf ik daar ook lekker slapen. En dan morgen Koningsnacht heel veel zin in. Maar dit is natuurlijk de laatste dag dat ik film. En dan morgen weer in een nieuwe week vlog. Er zat net een spin op mijn stuur, hè, toen ik hierheen ging. Ik dacht echt, de ergste ongelukken gebeuren door spinnen in auto's. Ja, dat geloof ik wel. Ik ben samen met Amber. Hallo. Hallo. Herenigd. Eindelijk. En wij gaan foto's maken bij de tulpen. Maar we zitten even te kijken, want het is best wel druk. En hoe we er moeten komen. Ja. We zijn nu in, hoe is dit? Noordwijkerhout, denk ik. Noordwijk. De Bollestreek. Nee. De Bollestreek, ergens in Noordwijk. Maar welke kleur? Voor jou maakt het niet heel veel uit, nee, omdat jij natuurlijk... Maar ja, mijn paars... Neutraal gekleed. Ja. Of we moeten hem ergens neerzetten en dan lopen, maar... Ja, maar dat is wel een stukje, hoor. Ik denk naar links, gewoon. Ja, dat denk ik ook. We proberen het. We zien in ieder geval al veel schattige bloemen. Excited! Ah! Oh mijn god, wat mooi, Am! Oh, we kunnen ook even een leuke foto samen maken. Vind je dat het gaat? Ik heb het koud. Het is ook echt heel koud. Maar het wel? Gaat het oké? How beautiful! Hoe kijk jij foto's? Oh, wat zie ik er verwilderd uit nu. Helemaal. Ja, maar ook, hoe heet die eyeliner helemaal weg? Zo zit echt te kijken van wat doe je. Boeien. Oké, nou, Am en ik hebben foto's gemaakt. Ja. Heel goed gelukt. En we hebben nu lekker eten gehaald. Bij Ted. Oké. Heet het frietjes? Lekker. Frietjes. Je moet even stoppen. Ik ga geen mukbang nemen, maar even gewoon een beetje doorspoelen. Zit er veel in? Lekker. Ja. Oh. Dat is echt trek. Ik ook. Heel lekker. Mayo. Ja. En zo. Ik zal het even openzetten. Oké. Ik zie helemaal dat ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video.